Quand tu veux. L'anonyme d'Anvers, alias Jabir A.A. De alchemist van dienst met zijn fabelachtige grimaar van de hak mysterieën. Roddeltantes 1 en 2 en 3 eigen aan zichzelf. Het Benneville duo, alias N. Kuipers en Verbrouweren. Detectives in heden, verleden en toekomst. Ze leiden een onderzoek naar de gestolen gouden sporen. Hun ware kweesten in het verhaal. Een Congolese gids en Waalse toeristen. Ja, die bestaan echt. Japanse, Duitse, Hollandse en Franse toeristen in al hun glorie en clichés. Een jonge toeriste die een serieus boontje heeft voor inkuipers. Een schoonmaakster, de koster, de pastoor, de bisschop, de burgemeester, de hoofdcommissaris, de paus en Philippe de Spriet, staatsarcheoloog. De uitbaaster van de Kortrijkse slijterij in Budastraat 15. Ze is een specialist in de Habana's en de laatste exclusieve Kortrijkse nieuwsjes. De oude vrouw van Budastraat 13. Haar vernuftige mooie vitrines bieden heel wat informatie, inductie, intensiteit, intuïtie, inzicht en inspiratie aan voor het onderzoek van inkuipers en Verbrouweren. Het cliënteel van de Kortrijkse Beldehil. Heldenwil, Belhelden en Pissebedden met als leuze hygiëne of gene. Spinnen, hun enige reden van bestaan is webliermuziek, buiten en padden. Hopperuiters en bieramazones. Hoeba hoeba hop met de pieten en bier met de joekeltieten. Nachtridders en Marie-Louise, uitbaaster van café en de broedhorens en kaartlegsters, meer specifiek voor het Benneville-duo. Een vrouw in maliumkolder met kettingzaak in de hand. Een vrouw waarom een mysterie hangt. Alfred de Musset, de Franse schrijver. En Giacomo Puccini, de Italiaanse componist. Beiden hebben eigenaardig genoeg een link met de gulden sporenslag. Hendrik Conscience, de eerste Belgische auteur die een Belgische bestseller schreef, namelijk De Leeuw van Vlaanderen. Jan Breidel, fictief personage uit Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaanderen, die hier eindelijk een levende leeuw verschijnt. De Suisse, bewaker van de stilte en uitvinder van een lang uitdijende, majestueuze vijfklank in het lage orgelregister. De laten we in deze roman kunnen horen naklinken. De heilige Catharina, van wie haar wijsheid martelares geworden. Ze helpt inkuipers en Verbrouweren in hun kweesten. En onder haar voet, keizer Maxentius. Na het is buzzen, la loue, ti, te ling, ting ling, le roi du pavé courtrezien. Dokter honoris causa van de waanzin staat altijd op het juiste moment en de juiste plaats paraat voor inkuipers en Verbrouweren. Willem de Wesch of Poisson, deze buitensporige flamiant heeft graag het laatste woord. Jean-Charles de Cudebeuf of van den Rossestaart, deze gematigde flamingant heeft altijd het laatste juiste woord. Aap Vermeulen. Een boom van een vent die eet als een wolf. Wat je vliegt, maakt pannenkoeken als geen ander, met een snelheid en behendheid als geen andere. De zwarte man Karabouya, verkoper van Karabouya, Karabouya, goed voor de maag, ja, goed voor de keel, ja, eet meer, veel, ja, allemaal mooi leven, wit en zwart, Karabouya. Puffy Corbel, Sikaho, Sikaho, de Kortrijkse Maurice Chevalier. Manten en Kaller, deze reuzen van Kortrijk nemen inkuipers en Verbrouwen en hun nodige dosis bier mee richting Dijon. Lucullus, deze geraffineerde Romeinse kok, lekt gedurende zijn vingers af. Jeanne d'Arc heeft een aangebrand verleden in Rouen. Hier is een dubbele kweeste, namelijk het vinden van de ware oorsprong van frieten en een authentiek recept van Vlaamse stoverij. Gérard Mortier, in duo met Jan Breidel, waagt hij zich aan een opera- en telenovela-stijl. De tweekoppige Arend, Samson, Ambiorix, Mademoiselle Victoire, het Ros Beyaard, Goliath en Madame Goliath, kortom de reuzen van Art, met hun diverse biertjes. Jacques Ma, Jacqueline, Jacqueline en Jacquinette, die te Gijon op de klokken slaan en dat het bier opnieuw in overvloed vloeit. De massa, het volk, de bezoekers, het publiek en de lakei. Ze nemen deel aan een hoogst bijzondere kermis waar overleven een luxe is. Erik Satie speelt.
speelt zijn gotische dansen nog een voor de roosterkalmte en de sterkte rust van mijn ziel. Frank Zappa, voor een groot spektakel met als titel The Return of the Son of Monster Magnet. Een drummer, om een zeker tempo aan dit literair werk te geven. Susie Cream Cheese, die het tempo belichaamt, die aanstekelijk is geworden. Een vrouw met een rosse baard, werkelijk niet alledaags. Mensen met ontbrekende ledematen, dat ontbrak er nog aan. De Vlaamse maagd, ze laat zich kennen, maar in een nep-versie, namelijk een vrouw die denkt dat ze een paard is. Een man zonder eigenschappen? Hij vormt een Siamese tweeling met een identiteit zonder persoon. Zal hij de oorzaak zijn van de existentialistische wending van de roman? Een identiteit zonder persoon. Hij vormt een Siamese tweeling met een man zonder eigenschappen. Ha, zal hij de oorzaak zijn van een existentialistische wending van de roman? Een vrijwillige Franse kijkop? Ja, blijkbaar bestaat dit. De kelder met een tristeron, homard de Bourgogne de Dijon. Die inkuipers en verbrouweren bedient, volgens de best mogelijke Bourgondische traditie. Suzy, de tweelingzus of tweelingsbroer van de kelder, ze heeft heel wat gemeen met Suzy Cream Cheese, wat niet ontslipt aan de geile blik van het Bernerville duo. De Gouden Ridder, gezien hij nu eenmaal bij het verhaal hoort, zou hij ondankbaar zijn hem te vergeten. La mer folle, de matrone der zotten, die zonder ook maar één reden op grote schaal zotten baart. Het narrenlegioen van La Mer Folle. Een redenrijkersgloeien aan taalcreativiteit. Irebibus Maximus, de opperzot van het narrenlegioen. DG Willy, hij staat de virtuele elektrofanfare van het narrenlegioen in werking. Het lichaam en het harnas, alias Willem van Hulik de Jongere. Is hij de oververkoren persoon die de waarheid in handen heeft. Robonite, een te huren designridder voor menig vermaak. De heilige Maximus, die graag plechtig zijn hoofd afneemt. De onzichtbare nymfen, er spreken doen ze ook al niet. Lucas Batatas, de man die het verband legt tussen een fiets, een patat en pickles. Willem Vermanderen, een groot Vlaams kenner van het West-Vlaams idioticum van L.L. de Bo, zingt en speelt gitaar binnen de groep de welwillende Willems. Jan Palfijn, deze kortrijkse barbeer en chirurgijn, speelt graag gevogelpik met zijn ontleedmesjes. Hij wenst hij de Vlaamse ziel en identiteit bloot te leggen. Willem Tell, binnen de groep de welwillende Willems, is hij uit zich met een verzameling op elkaar afgestemde koekoeksklokken, de innerlijke stem van de ingebeelde stem. Die laten we aan de lezer, vreezersverbeelding, over. Een subatomair positief en een subatomair negatief deeltje. Deze twee deeltjes, afkomstig uit een eenzelfde gehaktbal, zijn in al dan niet verbale communicatie. Emmanuel Hill, bij uitstek de Vlaamse dichter schrijver die altijd een goede grap uit zijn broekzak weet te halen, als het geen stinkbom is. Peter Benoit, deze Belgische componist, schrijft samen met Giacomo Puccini de muziek voor de Jan Breidel opera en telenovela-stijl. Hugo Raas, grote bierproever, bier die in overvloed vloeit in dit relaas. Samen met Hugo Claus is hij een reiziger in de antiteit en een groot kenner van het woord. Hugo Claus, als een magneet weet hij alle indrukwekkende culturele initiatieven naar zich toe te trekken. Studenten van Cambridge en Oxford. De jongens amuseren zich met een varkenskoers en de meisjes met een Miss Park Universe wedstrijd. William Harris, lid van de Oxfordse worstenhelden, Peter Arthur Kazens, ja, himself, the one and only, en cafébaas van de Diksmuidencrew de Hoge Brug, en zijn drie toegangers, fervente, fanatieke, flaminganten, ze ondergaan een collectieve duivelse metamorfose bij de aanwezigheid van inkuipers en verbrouweren in hun café. Robert Garcet, steenkapper, paleontoloog, anarchist, bedenker van de Ebenezer-toren. Zijn kernachtige devies luidt als volgt. Liefhebben, nadenken, creëren. Sylvia Christel,
Als actrice binnengetengeld in deze roman, waar ze in de Jan Breidel opera en telenovela-stijl ad vitam de rol zal vertolken van de echte maagd van Vlaanderen. Jan Spier, welgekend personage uit de stripreeks Nero van Marc Sleen. Hij bakt verdomd goeie frietjes. Een onderwerp die ook niet vreemd is aan deze roman. En tenslotte, de vos. De vos Reinaarde. Ja, alsjeblieft. Ontdek vlug al deze personages in de roman Gulden Spoorloos, waar men zich niet kwistig verspeelt aan goud en gehaktballen. Ik wrote movie O L'Eldorado de la Boulette d'Or Flamande. Geschreven door de Lanzeliners alias Peter, Arthur Kazens en Christophe Bruneel. Geniet van deze nog nooit vertoonde historische kracht, geparfumeerd met Ubu en Bruegel de Jus.